beurs als deze, waarop je als kunstenaar zelf mee kan doen. Dat was misschien 10 jaar geleden heel gek dat je als kunstenaar zelf een stand huurde. Kunstenaar, dus u weet hoe het is om werk te verkopen. Heeft u daar iets van meegekregen op de opleiding? Vrij weinig, maar het heeft me wel altijd juist heel erg geïnteresseerd. En daarom ben ik ook eigenlijk een galerie begonnen, omdat ik wel ook juist van die zakelijke kant hou. Ja, kunst moet gewoon ook verkocht worden. En dat vind ik eigenlijk alleen maar een compliment als dat lukt. En niet iets wat te commercieel zou zijn of zo. Het is voor mij heel logisch, kunst hoort verkocht te worden. Nu jij zelf wat ervaring hebt. Blijf bij jezelf. Dat is denk ik het belangrijkste. Niet wachten tot iedereen jou gaat bellen en jou gaat mailen, maar echt zelf dingen gaan doen. Ja, vooral heel hard werken en heel veel geloven in je talent. En vooral natuurlijk gewoon alles aanpakken wat je kan. Laat je niet overhalen door meningen wat anderen allemaal zeggen. En blijf vooral bij jezelf en ontwikkel je eigen handschrift. En probeer daarin uit te blinken. Wat ik vooral mezelf aangeleerd is gewoon heel veel aanvragen schrijven voor ofwel subsidies ofwel residenties waar je aan mee kan doen. Exposities die een open call hebben. Dat soort dingen. Wel goed kijken wat bij je past. Je hoeft ook weer niet op alles te schieten, maar iets wat bij jou past. En daar moet je gewoon achteraan gaan. Dus dat zou ik elke afstudeerder aanbevelen om gewoon dat vooral te gaan proberen. Als je ergens een beurs kan aanvragen, doe het. Als je kan aanmelden voor een tentoonstelling zoals This Art Fair, doe het. En als iets niet lukt, dan moet je niet laten ontmoedigen. Dan moet je gewoon denken, ja, zo de scheid en stront in hun ogen. En het ligt aan hun, weet je wel. Je moet altijd gewoon door blijven gaan. Dat is het enige wat je kan doen. Belangrijk vinden voor kunstenaars om zich bij een galerie aan te sluiten? Kunstenaars kunnen het zelf doen. Ze kunnen zich ook laten bemiddelen door een galerie. Blijft alleen als je voor bemiddeling kiest. Het is vaak een samenwerking. En je houdt het meeste rendement eruit als je ook echt een samenwerking doet met de galerie. En niet gaat afwachten, wat doet de galerie voor mij? Ik zou niet zelf zonder galerie per definitie verder willen. Nee, een galerie die kan mooie ruimte bieden, die kan contacten onderhouden, die kan veel meer energie daarin steken. En ik heb er zelf de tijd en de zin niet voor, dus ik werk gewoon veel in atelier. En ik maak tentoonstellingen bij galeries, dan betaal je natuurlijk gewoon een percentage, draag je af, maar dat verdienen ze ook omdat ze gewoon heel veel werk voor je verzetten. Twijfelt of die goed overkomt en ja, als je het gewoon gaat doen en je blijft daarmee bezig, dan leer je het vanzelf en word je er ook steeds makkelijker in. Maar ja, zet wel de stap. Ga het wel doen. Ik heb het gevoel dat ik het grootste deel ondernemerschap wel zelf heb ondervonden in de jaren na de academie, meer dan tijdens de academie. En wat bij mij bijvoorbeeld ook een typerend ding is geweest, dat ik bijvoorbeeld postpakketjes ben gaan maken als nieuwsbrieven. Veel mensen doen natuurlijk e-mail nieuwsbrieven. En ik heb daar mijn hele eigen manier in gevonden door juist per post iets heel persoonlijks moois te sturen. En dat valt dan eigenlijk, ja, het is ondernemerschap, het is gewoon reclame op een bepaalde manier. Maar het valt bij mensen op de bus als een soort cadeautje en die zijn mij daar heel dankbaar voor. Dus dat zijn dingen dat je dan het wel helemaal bij jezelf houdt. Soms denk je bij ondernemerschap aan iets heel, niet sympathieks misschien.
En dit was juist een sympathieke manier. Een creatieve manier van ondernemerschap. Precies. Beurzen zijn waar je als individuele kunstenaar zelf met je eigen stand kan staan. Vind je het dan goed om naast galeries te staan als zelfstandig kunstenaar op deze beurs? Ja, dat is super goed. Want je kan op een hele makkelijke manier in contact komen met galeries. Hè? Dus makkelijker dan dat je met je portfolio naar een galerie gaat, want dat is toch een drempel. En veel galeries houden daar ook niet zo van. En nu, in deze ontspannen sfeer met z'n allen, maak je makkelijker een baltje. Dus dat is wel heel goed. Ja.